Goedendag. Ja, het wordt eventjes oppassen deze middag, want er gaan een aantal forse buien over het land trekken. Het heeft te maken met een koufront dat gaat passeren. Op de satellietfoto zien we dat front om 10 uur zo'n beetje over de Noordzee liggen. Daarachter nog een dikke wolkenpluk, dat zijn ook nog allemaal buien. En dit koufront dat trekt over het land vanmiddag in zo'n 3 uur tijd, denk ik. En tijdens die passage van dat koufront gaat het even flink tekeer met forse buien. Ik kan het u mooi laten zien in de animatie. Die pakken we op om 12 uur. Dan zien we al wat buien in het westen van het land. En dan in de loop van de middag trekken die buien over. En die donkere lijn, dat is echt het koufront. Dan gaat het flink tekeer. Dan is er kans op onweer, dan is er kans op hagel en zware windstoten. Vanavond en vannacht blijven ook nog buien over het land trekken. En misschien dat daar zelfs ook nog wat meer hagel bij gaat zitten. En ook morgen is het ronduit wisselvallig weer met diverse buien. Al met al is de wind wel iets minder. Alleen in de regio Zeeland zal het morgen ook fors blijven waaien. Want u moet zich voorstellen dat er vanmiddag bijvoorbeeld windstoten vol kunnen gaan komen van 75 tot 100 km per uur. Ook landinwaarts forse windstoten. Maar zeker ook aan zee waar af en toe een stormachtige wind gaat staan. Ik heb ook een animatie van de windstoten. Hier zien we het geel en het oranje. En dat oranje, dat zijn toch wel windstoten die richting de 100 km per uur gaan. En vanmiddag rond 1 uur of 4 zien we dat de lijn met zware windstoten precies over het midden van het land ligt. En dat het ook dus nog steeds in de omgeving van Zeeland erg onstuimig is. En dan trekken die buien verder naar het oosten toe. En dan wordt het al met al wel wat minder. Maar zeker in de kustgebieden blijft het toch wel aan de onstuimige kant. Hoe ziet het er in een weerkaartje uit? Nou, dat hebben we als volgt samengevat. 10 tot 12 graden is het voor de buien uit, want tijdens buien gaat die temperatuur zomaar met 5 graden naar beneden. Er staat een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten en later westen, maar aan zee kan het hard tot stormachtig waaien. En er trekken dus diverse buien over met hagel en onweer. En ja, feitelijk geldt het voor heel het land. Betekent ook dat voor heel het land een code geel waarschuwing nu uitstaat voor die waarschuwing, voor die windstoten. Nou, vanavond wordt de waarschuwing dan op de meeste plaatsen ingetrokken, maar het blijft wel wisselvallig en buiig. Temperatuur die daalt naar 1 graad of 6 en er waait een forse wind uit westelijke richtingen. En morgen ook dan weer buien, 9 of 10 graden op sommige plaatsen. Heel lokaal kan het dan nog 11 graden worden en er waait een westen tot noordwestenwind die matig tot vrij krachtig is. En ook morgen buien. Tussen de buien door ook wel mooie zonnige momenten. Kortom, even wisselvallig weer en vooral vanmiddag even uitkijken, zeker ook in het verkeer. Fijne dag.